Ik ben hier vandaag bij de FNV en ik heb een afspraak met Kitty van den Hoven. Ik ben heel nieuwsgierig hoe ze hier nou naar digitalisering kijken. Hallo. Hoi, Marit Groot. Kitty van den Hoven, FNV. Wat doet de FNV? Wij komen op voor de belangen van Werkend Nederland en daar hoort natuurlijk ook de digitaliseringsslag bij. Kom je mee? Ja. En wat vind jij nou van de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? En de ontwikkelingen gaan natuurlijk op dit moment heel erg hard. Met name op het gebied van natuurlijk de technologie. Maar wat wij met name zien is dat het stukje, de menselijke kant, de sociale innovatie, eigenlijk vrijwel geen aandacht krijgt. En dat is nou juist het stukje wat wij heel erg belangrijk vinden. Dus die technologische innovatie die gaat razendsnel. Maar om de hele sector vooruit te kunnen krijgen, zullen we ook aandacht moeten geven aan die sociale innovatie. En wat doen jullie nou binnen FNV aan die digitalisering? Vanuit de FNV behartigen wij de belangen van de werknemers. Dat is op het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar ook meer de beroepsinhoud. En door digitalisering veranderen functies, de inhoud van functies verandert. En daar vinden wij ook dat daar aandacht voor moet zijn. Want mensen moeten meegenomen worden in deze ontwikkeling. En op dit moment is dat echt nog, blijft dat achter. Met digitale vaardigheden in de uitvoering, daar hebben we echt nog wel wat slagen te maken. We zien dat er mensen zijn die heel goed digitaal vaardig zijn, maar er is ook nog een hele grote groep waarin geïnvesteerd moet worden. En die hebben gewoon echt cursussen, trainingen, et cetera nodig. Die moeten bij de hand genomen worden om zaken uit te leggen, et cetera. Dat moet echt gebeuren, want anders kunnen we niet vooruit met elkaar. En heb je daar ook een mooi voorbeeld van? Nou ja, ik kom met enige regelmaat bijvoorbeeld ook in de bouwketen. En wat je daar ook wel terug hoort is dat mensen gewoon zelf niet weten bijvoorbeeld hoe ze al een tekening op hun telefoon moeten openen en dat ze dat samen met hun collega, hun maatje, dat ze zich daar een beetje achter verschuilen. En wij denken nou ja, maar wat als jouw collega nou straks wat anders gaat doen of met pensioen gaat of wat dan ook. Diegene heeft dan gewoon nog niet de vaardigheden om mee te komen in deze digitalisering en die moeten we echt helpen. En de DigiGo-beweging, die is natuurlijk gericht op dat versneld digitaal samenwerken. Wat vind jij daarvan? In de sector moeten we natuurlijk heel veel samenwerken, want er zijn vele partijen die natuurlijk meewerken aan een bouwwerk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om kennis te delen. Met elkaar te kijken, wat is er, waar willen we naartoe en afspraken te maken en je ook kwetsbaar op durven te stellen. En die samenwerking dus echt te zoeken. Naar mijn idee zijn sleutelwoorden echt kennisdeling en samenwerking. En wat voor advies zou jij dan aan de keten of de sector willen meegeven? Ja, ik zou graag mee willen geven dat er geïnvesteerd moet worden in de mensen. Laat ze opleidingen en cursussen et cetera volgen. Maar laat ze ook echt meedenken, meepraten en ook meebeslissen.